Welkom! Talentendag van Brugklas. Voor die allemaal Cassie's gouden vandaag. Ja, yeah, dat wordt super leuk. Ja, super leuk. Jongens, proost! Proost! Max, Anouk, Fien, Kian, Sava en Emma ontvangen de vele talenten en fans van Brugklas. Zelfs meneer Grimberg is er. Uit heel Nederland zijn hier gewoon mensen gekomen om auditie te komen doen voor Brugklas. Dat was echt bizar. Ik kwam net iemand zelfs tegen die helemaal uit België hierheen is gekomen om auditie te doen. Hoe vet is dat? Oma, uit Zoetermeer. Uit Os, van Noord-Brabant. Er is een gereden omdat we uit Broekstewoude komen en dat ligt in Friesland. Hier krijgt iedereen een stickertje met een nummer en een tijd erop. Deze tijd moeten zij auditie komen doen. Maar ik weet nog, toen ik hier auditie kwam doen, was ik echt kei zenuwachtig. Ik wil heel graag beroemd worden. Ja, nu gaat het wel goed, maar het wil een beetje, maar ik ga het wel mee. Ja, ik vind het wel een beetje spannend, maar ik ga wel ontdekt worden. Ben je nog, het gaat beroemd worden. Ik doe mee omdat ik het super leuk vind om naar Brugklas te kijken. En ik dacht van, ik wil ook wel wat meedoen aan Brugklas om te kijken hoe dat is. Dus daarom doe ik het. Ja, super leuk. Want dan op de tweedag van altijd zou het best wel cool lijken als ik een keer in het echt zie. En dan nu zie ik gewoon alle mensen van Brugklas. En dat is super leuk. Ja. Kijk eens boos. Oh ja. Ja, boos op dingen, boos op dingen. Ja, ik vind het goed. Ik vind het goed. Ik vind het goed. Ik vind ze goed. Zo. In de klas is Grimbergen vaak de strenge leraar, maar hier laat hij zich van een heel andere kant zien. Hij presenteert een Brugklasquiz en gaat op zoek naar de fans die echt alles van de serie weten. Welke rapper heeft een keer op school opgetreden? Is dat antwoord A, Kleine Viezerik? Welke rapper heeft dan Kleine Viezerik? Of antwoord B, Leeuw Klein? De talenten maken niet alleen kans op een rol in de serie, ze kunnen ook hun eigen Brugklasverhaal opschrijven. Wie weet zien we hun verhaal binnenkort wel in Brugklas. Ik ben aan het verhaaltypen. Ik kan een verhaal schrijven voor je Brugklasverhaal. Ik vind Brugklas leuk omdat er een goed verhaal achter zit en de verhaaltjes in Brugklas zijn herkenbaar. Ik denk dat je, het is heel herkenbaar en je kan het vooral ook jezelf erin herkennen. Ja, ik ben er klaar voor. Ja hoor. Ik ben er klaar voor. Even kijken, Amber van der Kolk. Jullie hoeven eigenlijk alleen maar te improviseren vandaag. Dus jullie krijgen zelf van mijn collega's een soort scène te horen. En jullie krijgen een rolletje en daar ga je. Tussen de quizzen, foto's, handtekeningen en Brugklasverhalen zijn er ook nog de audities. Een spannend moment, want hier kan je een rol in Brugklas verdienen. Hoe kom je daarbij? Ik weet het echt wel hoor. Ik heb niet zo stom te doen. Het is je eigen keuze hoor. Vind jij haar leuker? Ja. Het is nu echt uit. Het is helemaal leeg. Geen enkele auditant meer te bekennen. We zijn nu bezig met afruimen. Ik vind het een geslaagde dag. Ik ook. Tot de volgende keer.